Giro, de scheiding van Matthijs van Nieuwkerk is achter de rug. Ja, dat was uh, vorig jaar uh, werd bekend. We hebben toen een historie kunnen onthullen dat hij uh, na een huwelijk uh, van inmiddels uh, nu 36 jaar met Karin. Uh, dat dat over was. Uh, het ging al niet zo lekker. Dat was ook wel uh, in de grachtengordel waar ze woonden wel bekend. Uh, hij is verliefd geworden op Martha Riemsma. De hoofdredacteur toen nog van Tubantia, een regionale krant in het oosten. En uh, inmiddels is de scheiding officieel. Wij hebben uh, ja, de hand te leggen. Uh, bestoor je op uh, een soort scheidingsdocument... waaruit bleek dat uh, hij dus de woonboerderij in Eefte... dat is in de Achterhoek, waar hij sowieso al woonde... waar hij nu ook met uh, Marta uh, deels woont... dat hij deze boerderij uh, uh, houdt. En dat het grachtenpand in Amsterdam, in de Jordaan... en het leuke daarvan is dat ze eigenlijk steeds... een stukje erbij gekocht hebben in het verleden. Want uh, is een vrij smal pand, maar in ieder geval wel hoog. En uh, dat, uh, dat blijft dus van Karin. En ja, dat zie je wel vaker bij huwelijken die lang duren... Hè, waarbij niet echt helemaal vastlegt... Het ligt misschien van wie wat uh, uh, heeft. Ja, dat eigenlijk het gewoon door twee gaat. En uh, dit is wel een pand wat heel veel geld waard is. En ja, feitelijk is dat natuurlijk nu van haar. Dus maar hij dat... zoekt dus heerlijk de rust op, op uh, de boerderie. Ja, en het is alleen wel zo dat boeken er wel bij vertellen. Dat je merkt dan wel, ik zei het net over Koud-Zuid. Dat is natuurlijk een ander buurtje, maar dat uh, hij is er helemaal niet bij geweest bij deze uh, sessie, waarbij dat document getekend moest worden. Kaarn was er wel. En hij liet iemand als volmachtige dat voor hem doen. Dat geeft dus wel aan dat dat inderdaad niet zo lekker zit met, uh, met dat uh, contact onderling. Jouw tweede vraag. Hij zit nu op die boerderij in Eefte. Ik denk toch een beetje met het zweet tussen billen te wachten... tot de volkskant uh, naar verluid komt met een vernietigend artikel... waarin vooral het uh, tyrannieke kantje van uh, Matthijs uh, nogal tentoongespijt zal worden. Want uh, hij heeft een reputatie in Hilversum. Niet alleen dat hij een, een enorme vrouwenmagneet is uh, gebleken ooit... maar ook dat hij gewoon ja, flink de keer kan gaan... Uh, in de studio. En uh, naar verluidt. En dat heeft uh, Show News laatst ook uh, inderdaad uh, achterhaald. dat de volkskant daarmee bezig is. Ja. En uh, er wordt nu gezegd. het gons rond in de wandelgangen. dat dat op uh, 19 november zou komen. Dus op een zaterdag. Ligt wel voor de hand met de dikke volkskant. We moeten dat afwachten of het zo is. Maar echt leuk zal je het zeker niet vinden.